Welkom bij het programma Dorpsgericht Werken, de manier van werken van de gemeente Drimmelen. Ik zit hier aan een tafel waar zometeen hoop ik nog wat lekkere dingen komen. Nee hoor, dat is maar een grapje. Maar dat is eigenlijk bewust, want we zitten hier voor Stichting Met Je Hart met twee bestuursleden, Maya van der Made en Nick Simonis. Wie zijn andere bestuursleden van Stichting Met Je Hart? Andere bestuursleden zijn Ilse van Iersel, Martine van der Poel en Anita Mustert. Allemaal bekende mensen, denk ik, voor veel mensen. Allemaal bekend. Stichting Met Je Hart. De mensen thuis weten waarschijnlijk niet wat het is. Maya, kun je daar iets over vertellen? Stichting Met Je Hart is een landelijke organisatie. Op dit moment draait het al in 40 gemeentes in Nederland. Het organiseert ontmoetingen voor eenzame ouderen. En je hebt het over ontmoetingen. Gaan ze kaarten? Gaan ze allerlei dingen doen of gaan ze eten? Ja, in eerste instantie is het eigenlijk de bedoeling dat je eettafels gaat creëren. De gasten worden thuis opgehaald en ook weer naar huis gebracht. Ja? En we proberen eettafels van 8 mensen. Daar is altijd een bestuurslid bij en een vrijwilliger. Dus dan hebben we tafels van 10. En dan gaat dat bijvoorbeeld de laatste donderdag van de maand. En dan is dat altijd een vast moment. Vast moment in de maand. Ja, ja, ja. En dan hoor ik jou zeggen van eenzame mensen, kwetsbare mensen, ook vanuit het bejaardenhuis? Vanuit de wijngaard, vanuit Antonius Abt? Ja, de regels zijn opgesteld vanuit de landelijke organisatie en het gaat om zelfstandig wonende mensen. Ja, daar moeten we denk ik wel even duidelijk zijn. Hè? Ja. En ik begreep, Nick, dat mensen altijd door een vrijwilliger gehaald worden. Hè? Als er een activiteit is, nooit zelf over die drempel, want dat is vaak een hele grote drempel. Ja, dat klopt. Wij faciliteren de mensen om op de locatie te komen en we willen dus binnen de gemeente ook gaan roleren. En daarbij worden ze inderdaad opgehaald en thuisgebracht. Ja, en ik begreep dat jullie kleinschalig in Made willen beginnen, dat is ook het advies van het landelijk bureau. Hè? Ja. En dat jullie eigenlijk de bedoeling hebben om door de hele gemeente bij allerlei verschillende horecagelegenheden in allerlei dorpen op pad te gaan, zeg maar, hè? Ja, dat is het bedoeling. En nou hoorde ik net ook in het voorgesprek dat jullie een voorgesprek hebben bij de mensen thuis. Stel dat er eenzame mensen thuis zitten die denken van, zal ik, ja, ik ga het doen. Ik ga me melden bij het meldpunt hieronder, de gegevens. En dan hebben ze iets van, oké, wat heb ik nou toch gedaan? Ik heb de knop verstuurd. Wat gebeurt er dan? Er komt een melding, een mailtje bij jullie. Kijk, we hebben verschillende kaarten. Dit zijn dan de kaarten, dit is voor partners, dus eventuele sponsoren. Maar zo hebben we ze ook voor de ouderen, waarop zij op de achterkant hun gegevens kunnen noteren. En die kaart komt dan bij een van ons terecht. Dan nemen wij contact. Stel, Lilian, dat jij iemand zou aandragen, dan is het wel de bedoeling, vanwege de privacy, dat jij eerst contact hebt met die persoon, dat jij toestemming krijgt om de persoon bij ons te melden. En dan gaan 2 bestuursleden een afspraak maken. Wij gaan naar die meneer of mevrouw toe om met hen een gesprek te hebben. Ja. En ze op hun gemak te stellen, te vertellen wat we doen, dat het heel laagdrempelig is. We nemen een lijst met ze door, met verschillende vragen. Het is belangrijk voor ons om te weten waar we rekening mee moeten houden. Is er een rollator, een rolstoel? Zijn er intoleranties, allergieën met het eten? Dus ik denk dat we op dat moment al een eerste drempel hebben kunnen wegnemen. Ja, en ik hoor jou ook al zeggen, het is niet alleen voor mensen die eenzaam zijn die zich melden, maar ook mensen die achter de voordeur komen, vrijwilligers die bij mensen thuis komen, een wijkverpleegkundige, een POH, een huisarts die denkt zeker van, deze meneer, deze mevrouw, zeker, daar zou het goed voor zijn. Ja. Nou, je legt heel goed uit, van je mag vanwege de AVG dat niet doorgeven, precies, maar vraag het dan na. Maar daar komen ze ook wel achter. Nick, even aan jou een vraag, want ik hoorde Maya zeggen dat het voor oude mensen is. Zit er een bepaalde ondergrens qua leeftijd in? Nou, dus niet een ondergrens qua leeftijd, maar het is inderdaad voor ouderen. En wat is de grens van ouderen? Ja? Dat is inderdaad ook aan degene die op bezoek gaat ter beoordeling. Het is niet zo dat er landelijk een ondergrens gegeven is. Nee, dus, ik ken het is ook wel eenzame mensen die rond de 35 of zo. En dat is wat ik ook van fysiotherapeuten ook wel. Hoe eenzaamheid richt zich vaak op ouderen. Hè? We hebben zelfs binnen de gemeente Drimmel de social zone voor echte jongeren, zeg maar. Ja. Maar ook daartussen natuurlijk zitten ook mensen die ook eenzaam zijn. Hè? Ik kan me ook voorstellen die denken van, ja, maar dit zou ik ook wel leuk vinden. Zijn die ook welkom?
Ja, het is inderdaad zo dat de belangrijkste doelstelling is om de eenzaamheid weg te nemen en om de contacten te bevorderen om de sociale omgeving te vergroten. Ja. En wellicht als voortvloeisel daarvan op de lange termijn samen ook leuke dingen te kunnen ondernemen. Ja, dus wat ik al zeg, omdat er landelijk geen criteria gesteld zijn, zullen we moeten kijken hoe dat zich ontwikkelt. Ja, welke mensen daar gebruik van gaan maken. Ja, snap ik. Hey, en eten, dat kost altijd geld. Hoe gaat het? Moeten mensen het zelf betalen? Wordt het gesponsord? Of wat is het idee hierachter? Nee, de mensen zelf, die hoeven niks te betalen. Wow. Een vrijwillige kleine bijdrage is altijd welkom. Want we hebben natuurlijk wel geld nodig om het te kunnen doen. Ja? Maar in principe is het gratis. Wij hopen dat de horecabedrijven in onze gemeente willen meedenken om voor een hele leuke prijs iets leuks te bieden. Mm-hmm. En dat kunnen ze zelf bepalen. Is het een voorgerecht, een hoofdgerecht, een dessert of alleen een hoofdgerecht? Of, hè? Ja? Ze kunnen ook aangeven wat hun daluren zijn. Dus wanneer zijn de gasten het meest welkom. Ja, dat mag ook bijvoorbeeld, misschien is er een bedrijf die zegt liever op een zondagmiddag. Ik noem maar zomaar iets. Hoor. En het wordt betaald vanuit de Stichting Met Je Hart. Okay. Dus wij moeten zorgen dat we geld in de pot krijgen. Ja, dus dat is een andere campagne, die ga je op een andere manier voeren. En kunnen jullie nog vrijwilligers gebruiken? Zeker. Ja? Ja, meer dan welkom. En denk je aan bepaalde soort mensen? Nee, ik denk iedereen die zich geroepen voelt van, dit lijkt me geweldig. Ik ga graag met mensen om. Ik ben communicatief wat handig, want het is natuurlijk wel prettig als er wat gesprekken die avond op gang kunnen komen. Dan meer dan welkom. Ik weet in andere gemeenten zijn er zelfs vrijwilligers. Ik weet bijvoorbeeld van één gemeente, dat heb ik van het bestuur vernomen, dat er een vrijwilliger is van een hele vieve dame van 80. Die dus niet eenzaam is, maar het fantastisch vindt om wel die avonden erbij te zijn. En die is als vrijwilliger aanwezig. Ja. Dus dat kan ook, hè? Je kunt eigenlijk, als je nou denkt, hier wil ik me aan verbinden, hier wil ik iets mee, kunnen ze ook contact met jullie opnemen en hebben jullie een gesprek, neem ik aan. Altijd, ja. Zeker. Ja. Ja, want zeker als er veel mensen gaan komen, heb je natuurlijk ook veel vrijwilligers nodig, hè? Ja. Ja. Ja, het streven is inderdaad om een tafel van 6 tot 8 mensen te hebben. Met inderdaad per tafel 2 begeleiders. Die er enerzijds zijn om het gesprek in goede banen te begeleiden. En anderzijds voor hulp of ondersteuning op het moment dat de hulp gevraagd wordt of de gezondheid te wensen overlaat, dat ze bij kunnen springen. Ja, mooi. Maya, jullie hebben een officiële opening, hè? Een officiële aftrap. Wie komen hem openen? Nou, de aftrap is op 20 juli. Ja? En het hele bestuur gaat daar natuurlijk bij zijn. Daar gaan we lekker mee eten met de eerste gasten. En de avond is burgemeester De Kok en wethouder Harry Bakker zijn sowieso aanwezig. Dus dat vinden wij natuurlijk fantastisch. Dat ja, en ik geloof dat je voor de burgemeester nog een bijzondere... Ja, de burgemeester heeft beloofd om ambassadeur te worden van onze stichting. Ja? En hij gaat ook zijn uiterste best doen dat over te dragen aan zijn opvolger. Oké. Okay. Want dat gaat natuurlijk gebeuren. Dat hij eigenlijk als burgemeester ambassadeur wordt. Dat is het. Mooi. Ja. Mooi. En we zouden graag nog meer ambassadeurs willen hebben. Nou, beste mensen thuis, ben je eenzaam en wil je die stap zetten? Of, beste kijkers, ken je iemand? Dan weet je het, meld je bij Stichting Met Je Hart. Want dit wordt volgens mij echt iets waar mensen heel blij van worden. Jullie stralen al en ik denk de mensen straks aan tafel ook. Dank je wel. En jullie bedankt voor het kijken en tot volgende maand.